Oh shit! Hier staat je nieuwe dansje. Ja! Toen ik schrik me dood, joh, kun je even normaal doen. Ja! Ja. Niks. Ja! Beter hou je bek of je schiet een bal tegen je hoofd. Disco beat. Zullen we gewoon de video beginnen? Doe dat. Ron, wat doe je? Kijk niet zo. 1, 2, 3, 4, 5 spelers verkocht. Dit is het team waar wij... Dit is het team waarmee we de aflevering gaan rocken. En dit is onze eerste tegenstander. En dit is mijn onderbroek. En hij heeft hier de bal aan de zijkant, slingert ervoor. Neemt hem gewoon aan, tikt hem erin. Wat is dit? Hij vriest, dus er gebeurt niks. Tweede potje, dat is tegen deze zilveren. Ik hou ervan. Nee, daar hou ik helemaal niet van. Onderbroek. De tweede minuut is al begonnen hoor. Hij rent hier door. Daar is Benatia. Rood. Nou, dat begint lekker. 88 minuten met de rode kaart. Je weet wat er met Bayern gebeurde toen de tegenstander in de derde minuut een rode kaart kreeg, hè? 7-0. En hier wordt het ook 1-0. 2-0. Maar hey, we blijven makkelijk kunnen scoren. Guts heeft hier de bal aan de zijkant. En wat is dit voor een balletje? Sorry dat ik dat zei. Waarom moet je dat herhalen, joh? Wat moet ik dan zeggen? Kokosnoot. I'm in love with the kokosnoot. Je hebt wel eens zo'n dag dat je de aftrap neemt en denkt, wat is dit? Guts heeft de bal, gaat hij lopen, doet een rouletje en hij doet een trucje naar binnen. Daar zijn drie mannen gezien. Boom. 2-2 binnen 1 minuut. Magnifico. Oké, je hebt van die dagen dat je van die 88 minuut tegen kut goals krijgt. Kokosnoot. Wat een pauper jongens deze tegenstanders, hè. En die doelpunt te maken lijkt ook op, hoe heet die gast ook weer, van, deze. Dat ik een windje had gelaten, dat ik zei dat ik het niet gedaan had, dat iemand anders het gedaan had, en dat ik dan dat... ja, dus ik verlies. Volgende potje. Yes, het sneeuwt, wat is dat leuk. Balletje op Lewandowski, die is helemaal door. Wat ga je doen? Om de keeper heen, en hij gaat hem scoren. Win. Wat gaat het simpel zo? En we hebben al 3 potjes gehad zonder iets. Dat is snel. Met je fiets. Een half jaar van tevoren ben je met Dickens bezig. Dickies? Wat is dat? Om een dikkie. Wat wil je nou zeggen? Mijn mandje. Ja. Komt altijd weer ongemerkt naar voren toe. Want je bent dus ongemerkt. Je kunt ongemerkt van allerlei ongemerkt dingen doen. Om het mandje. Ja. Tot ongemerkt succes te maken. Maar dat is dan wel ongemerkt. Ongemerkt. Nee, stop dit nou. Mijn onderbroek ligt hier niet zo. Ongemerkt. Nee joh, hij is niet merkloos. Hij is wel gemerkt. Zo. Yeah. Volgend potje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Informs. Normaal. Oh, hij freeze. Oh, helemaal niks. Wel, is leuk. Team blijft hetzelfde. Volgende potje. Oh, en Lewandowski ziet en gaat achter de verdediging. Oh, jammer. Maar laten we die vrije trap maar snel nemen dan. Oh, Müller trapt hem. Oh, slim. Boom, 1-0 achter. Maar Lewandowski is door. Mist de kans. En Thiago maakt hem af. En ongemerkt zitten we alweer in de 45e minuut. Ik tik hem op Thiago. Gaat op de keeper af. Gaat er zelfs omheen. En voel hem. Je hebt zo'n flair. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verdedigers staan daar. En die kijken naar hoe Aubameyang er doorheen rent. Fucking overpowered. Oh, ik schelde, sorry. Ga ik dan punten laten liggen in het potje? Het antwoord is nee. Thiago is daar weer. Neemt de bal rustig aan. En score. Daar kom ik! Lekker. Hey, lam, ouwe rakker. Hoe is het ermee? Lekker. Ik win 3-2. Volgend potje met Louisje. En die Louis, jongen. Laatst had hij weer ruzie met Ron Jans. Wat doe je op me? Ruzin with Ron Jans. Je weet wel, die pastoor. Ron Jans! Well, we have a very bad relationship. A very bad relationship, so no friends? No, we have a very bad relationship. Doe dan niet zo bij de hand, joh, een antwoord is serieus. I'm sorry, hè? I'm sorry. Huh? En als je dan denkt dat... I cannot deny that they don't have scored. Slecht is. Dan moet je dit eens zien. This product is made for bottles. Glasses, but also for blik. Blikjes, juist! This is very comfortable. Better... Than just a reetje. Better than a reetje. Ga je dit product dan kopen? No.
En zonder dat jullie het doorhebben zijn we weer 30 seconden verder. Ongemerkt. Ja, ongemerkt kun je ook zeggen voor zonder dat je het doorhebt. Ga ik dit potje winnen? Nou nee. Nou ja, het ziet er niet uit van wel. En bij de 2-0 ook niet. Maar dan freest het weer. Wat is er aan de hand met de servers? Dus er gebeurt weer niks. Wat een drama, jongen. En dan gaan we gelijk door naar het volgende potje. Het potje waarin ik kom tegen de trainer Marco van Basten. Zal ik jullie een leuk verhaaltje vertellen, jongens? Dat lijkt me een uitstekend idee. Oké, dit is de allerlaatste aflevering van Road to Bayern. Mm-hmm. Ik ben er nu pas aan toegekomen om dit te vertellen in deze video. Mm-hmm. Maar eerlijk, mm-hmm. Dat maakt ze de tering op het moment van inspreken is er niet eens een Robben op de markt. En straks zijn er weer 30. En dan weer 0. En dan weer 30. Mm-hmm. Wil ik nu Bayern krijgen, moet ik serieus honderden euro's uitgeven aan die FIFA-punten. En daarmee is het mooi geweest voor deze serie. Mm-hmm. Ik kom weer 1-0 achter door dit mooie schotje van Lacazette. En ik ga nog hard tackle ook. Hot! Ja, maar wat is dit? What the fuck? Scheids, jongen, kijk hier. Ik heb een schoen aan. Een schoen! Een schoen! Hij rent net zo hard weg als die grensrechter bij die wedstrijd Aston Villa, West Bromwich Albion. Goed redt op die grens. Lol. Boom, 2-0 achter. In de volksmond noemen ze dit ook wel een penalty. Toch? Toch? Ja, dus 2-1, Mullerino. Ja, boom, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. En om de serie op een fantastische manier af te sluiten, mensen. Hebben we hier nog een puur stukje masterwerk van Lewandowski. Krijgt de bal hier aangespeeld van Götze. Ziet ruimte omdat David Luiz op zijn back glijdt. En... hoe goed wil je de aflevering afsluiten na 10 afleveringen zo'n briljant schotje? Volgende week komt er een geheel nieuwe serie. Ja, geheel nieuw. Ik heb de serie al gedaan. Al 2 keer eerder gestart. Het is precies dezelfde stijl van editing. En het is geen Ultimate Team. Je weet waar het over gaat. En 1 like staat gelijk aan een... kokosnoot. Voor de heer. Is dat een goed idee? Dat lijkt me een uitstekend idee. Prima. Want ik hou van de support. Zoals altijd. Love you.